Blijven nog even bij staatsolie, want de maatschappij heeft vandaag voor de derde keer obligaties uitgegeven. De inschrijving start op 5 februari en duurt tot en met 5 maart 2020. Volgens staatsoliedirecteur Rudolf Elias is het streven van de maatschappij om $150 miljoen aan te trekken van investeerders. Het doel hiervan is om het investeringsprogramma 2020-2027 uit te voeren, zegt Agnes Munsi Sokowi-Kromo. Zij is Chief Financial Officer. Zij geeft verder aan wat de uitkomst van de tweede obligatieuitgifte van 5 jaar terug was. En de obligatieuitgifte was toen gesteld op $55 miljoen. En we hebben uiteindelijk $100 miljoen opgehaald. Deze $100 miljoen is toen gebruikt om een deel van dit investeringsprogramma te financieren. En we kunnen met trots zeggen, als we terugkijken, dat we dit investeringsprogramma met succes hebben uitgevoerd. De hoofdlijnen daarvan. We hebben exploratiewerkzaamheden uitgevoerd, voornamelijk in het nearshore gebied. Onze productie hebben we kunnen handhaven op de 16.000 barrels per dag, om daarmee de raffinaderij te voeden. En de uitbreiding van de raffinaderij, het vergroten van de producten van 7.000 barrels naar 15.000 barrels per dag, dat is gestart in 2015 en de commerciële productie daarvan is gestart in 2016. Het opwekvermogen van SPCS is verder verhoogd van 62 megawatt naar 96 megawatt. En we hebben ook onze 25% participatie in de Merianmijn van Newmont. Die is gestart ook in 2016. Munsi zegt dat er 2 nieuwe projecten zijn toegevoegd aan het investeringsprogramma 2020-2027. Eén daarvan is de Afobakastuwdam die op 1 januari is overgedragen aan staatsolie. Heeft een geïnstalleerd vermogen van 189 megawatt en daarmee zullen we onze opwekvermogen verhogen van 30%, wat het voorheen was, naar 75% met de dam erbij. Het mooie van deze dam is dat we studies kunnen uitvoeren, want op dit moment wordt vanwege de hoogte van het water in het meer, kunnen we niet maximaal gebruik maken van die 189 megawatt. En met die studies willen we dus de wateren dan gaan omleiden, zodat we maximaal gebruik kunnen maken van die 189 megawatt. En dat is het mooie van dit investeringsprogramma. En ook nog mooier voor staatsolie, en ik denk voor u als belegger, maar dan kunt u daar trots op zijn, is dat we de bedrijfsactiviteiten van staatsolie nu hebben verrijkt met een bron van hernieuwbare energie. Agnes Munsi Sokowi-Kromo, Chief Financial Officer van staatsoliemaatschappij NV. De maatschappij heeft vandaag voor de derde keer obligaties uitgegeven. De inschrijving start op 5 februari en duurt tot en met 5 maart 2020.